So he might as well say it. Woo! Oh, yeah! Little's outfit. Oh. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ja, het is nu natuurlijk bijna kerst en heel veel mensen vroegen aan ons hoe het nou leuk is om je haar te doen bij bijvoorbeeld de kerstviering. Ja, of bij een kerstdiner. Of bij een schoolkerstviering op school. En wij hebben daar wel een heel leuk idee voor, want wat wij altijd doen is we gaan altijd van die krullen maken die dan heel lang in je haar blijven zitten en heel goed, waardoor je echt een vette bos krullen hebt. Ja. En dat vinden wij altijd super leuk. Dus dat hadden we ook altijd bij Junior Songfestival bij, als we optredens gingen doen, hebben we dat ook heel vaak. En heel veel mensen die denken dan ook dat het ons echte haar is, dat we krullen hebben. Maar dat is niet zo. Maar dat is heel grappig. Wat je allemaal nodig hebt, is als eerste natuurlijk iets om je haar mee te krullen. En wij doen dat in dit geval met tissues, met een tissuebox, want daar halen we de papillotten, ja, halen we vandaan. Want dan heb je er veel meer en dan kan je dus een veel grotere bos maken. Wat heb je nog meer? Ja, en wat ook super handig is aan die tissues, als je bijvoorbeeld je haar wast van tevoren en je zet ze in, dan trekt dat vocht wat in je haar zit, dat trekt dan in die tissues. Ja. En ja, dat werkt bij ons dus heel erg goed. En je hebt er dus heel veel en het is gewoon makkelijk te gebruiken. En je kan ze ook weer opnieuw gebruiken, net als bij echte papillotten. Ja. Oké, wat heb je nog meer nodig? Je hebt een kam nodig, gewoon om goed de plukjes te kunnen maken. En een borstel. We gebruiken een soort glansborstel of we gebruiken de Tangle Teaser, die jullie vast allemaal wel kent. Een soort paardenborstel noem ik het altijd. En ja, dat is eigenlijk bijna het enige wat je nodig hebt. Je kan, als je dat wil, kan je er nog een beetje moes in doen van tevoren. Een soort van om een extra volume te krijgen. En wat wij er soms ook wel eens in doen is root shoot. Dat is dus aan het einde, als je de krullen hebt ingezet, dan kan je nog even een beetje nat te maken, dat er wat meer volume ook in komt en dat het wat beter nog blijft zitten. En natuurlijk, als je de krullen hebt uitgehaald, even op je kop gaan hangen, even doorschudden. Ja. En wij splitsen ze ook altijd nog eventjes. Maar dat komt natuurlijk aan het einde. Ja, dat gaan we aan het einde doen. Dus we gaan nu eerst even het haar goed uitborstelen, anders dan heb je de kans dat Milena een beetje pijn gaat krijgen. Oh, statisch. Pak anders de Tangle Teaser. Oh ja. Slim. In de winter is het niet zo slim. Kun je een beetje zo draaien? Te pakken. Zo, ik moet helemaal bukken. Ik heb nog nooit jouw haar geborsteld. Nou, wel is maar. Even een beetje je hoofd naar achter. Dan gaan we verder naar stap 2. En dat is de moes erin doen, maar dat heb ik al gedaan. Dus dat is niet meer nodig, maar vergeet dat niet, want dan blijft het er extra goed en zo. Ja, tenzij je natuurlijk dat niet wil of dat je gewoon een beetje slag erin wil, maar dat is natuurlijk wel een beetje zonde van je werk. Nou, wat we dan gaan doen is, wij hebben de tissues al voorbereid. En die kan je dus ook hergebruiken, wat ik net al zei. Dat is veel handiger, behalve als ze echt op een gegeven moment een beetje uit elkaar gaan vallen. Dan is het wel verstandig om nieuwe te nemen. En we gaan nu eventjes laten zien hoe je dat moet maken. Even eentje. Wat je nodig hebt is 2 tissues. Wat je doet is je vouwt ze in elkaar. Dus je legt ze eerst op elkaar. En dan vouw je het dubbel. En wat je dan gaat doen is, dan ga je een soort waaiertje maken. Dan ga je een strookje van ongeveer 1,5 centimeter. Dan draai je hem om en dan doe je dat weer. En dat is dan je strookje en daar ga je mee je haar doen. En als je dat al een keer hebt gedaan met deze tissue, dan blijft het ook in elkaar zitten. Ik zelf vind het makkelijker om bij iemand anders te doen, want bij mezelf dan kan ik het nooit zo goed zien. Dus wat ook handig is, is als degene die de krullen, waarbij de krullen worden ingezet, als je met een vriendin bent of met je zusje, dat kan natuurlijk ook, wat wij dus ook doen. Dan kan je dus het beste zorgen dat degene die de krullen krijgt de tissues vouwt en dat die andere het in kan zetten. Wat we trouwens ook nog nodig hebben, niet heel erg onbelangrijk, zijn kleine elastiekjes. Boom! En die kan je kopen bij de Action, want die zijn er heel goedkoop en ze zijn heel elastisch. En die kan je heel goed uittrekken, waardoor ze makkelijk hier omheen kunnen. Want je moet natuurlijk ook hem vastmaken, zo aan de bovenkant, als het haar eromheen zit aan de krul.
En dat laten we zo natuurlijk ook zien. Ja. Laten we beginnen met de eerste. Oké, wat je doet, je pakt een pluk. Niet al te groot. Ik begin altijd vooraan. Ongeveer zo'n pluk. Dan krijg je de papillot hiervan. Of je pakt hem zelf. Dan moet je zo goed mogelijk recht naar beneden gaan. En je haalt de onderkant ook een beetje eromheen wikkelen. Zo. En dan ga je het verder oprollen. Zo goed mogelijk het haar verspreiden over de hele tissue. Aan het einde, als hij goed strak zit, ja, het moet dan maak je strak. De eindjes naar elkaar toe. En dan vraag je eventjes een elastiekje. Eentje. Ik heb hem hier. En die doe je er dan een paar om keer om de uiteindes doe je die twee keer eromheen. En dan heb je de eerste. Yeah. Nu gaan we nog eventjes goed laten zien hoe je het nou precies doet. Je pakt een pluk. Pak je een papillot. Dus dan pak je het einde. Die wikkel je eromheen een paar keer. Goed die haren hier straks ook erbij pakken. Ja. En dan ga je hem oprollen. En dan pak je weer een elastiekje. Kijk eens. Hier nog een elastiekje. Ik heb hier ook nog één. En die doe je er omheen. Zo. En dan zit de volgende ook. Ja. Yeah. Dan gaan we verder naar de volgende. Nog een tip. Als je hem rolt, draait hem er dus omheen met het kleine plukje naar je toe. En dan rol je hem naar binnen. Dus de pluk zo. Gaat zo. Je trekt hem een soort van naar je toe. Je rolt hem naar je toe. En dan zit de derde alweer. Ja. Begint er al leuk uit te zien. Next. En dit doe je dus met elke pluk die je op je hoofd hebt zitten eigenlijk. En we hebben totdat er nog je wel hele... wat te gaan. Totdat je hele hoofd vol zit. En dan kan je er dus nog wat van dit spul in doen. Dus wij gaan het nu even verder inzetten. Elastiekje. En dit gaat dan nog wel eventjes zo door tot je alle plukken hebt gehad. En dan ziet het er zo uit. Maar ik vind jullie haar toch het leukst? Ja. Nou ja, dat gaat straks nog uit. Hier moet je dan nog even een nachtje over slapen. Dan zit het er goed in de krul. Oh, die papillotten, die doen me echt weer helemaal denken aan dat jullie er zo'n best. Ja, mij ook. Dat we die dingen in ons haar hadden. En ook in Kiev, dat we toen daar rondliepen. En dat we ook die generalen gingen doen. En dat iedereen zoals heel raar zo aan zat te kijken van, wat hebben die nou in hun haar? Gaan ze hiermee optreden op de grote finale? Maar wij zaten ons helemaal op te lachen. Dat ze dat allemaal dachten. Dat ik kwam met van die hele mooie krullen. En het was heel grappig om haar gezichten zo te zien. Maar we hebben ze wel een beetje groot ingezet, dus met dikke plukken, zodat we een mooie slag hebben. Je kan het natuurlijk ook met dunnere plukjes doen, zodat je ja, wat meer kleinere krulletjes hebt. En we hebben het ook nog even nat gemaakt, want wij hadden ons haar niet gewassen. Maar als je wel je haar hebt gewassen, dan hoef je het niet meer nat te spuiten, want dan is het nog nat. Oh ja, en we hebben er ook een beetje mousse in gedaan. Oh ja, een beetje versteviging, dat de krul er extra goed in blijft zitten. En als je morgenochtend wakker wordt en je denkt, oh, het is nog een beetje vochtig, dan kan je het ook nog eventjes goed feunen. Zodat je zeker weet dat de krul er wel echt in blijft zitten. Want hoe droger de krul is, ja, best hoe beter mooier het resultaat. En dat komt nu van jou niet zo te zien. Oh, maar... ik weet nog ook heel goed. We hadden een soort, wat was het? Bij een of andere bank. En toen kwam die ene vrouw die toen had gevonden het jaar daarvoor. Met dat hele leuke Indianen liedje. Ik weet even niet hoe die gaat met Tears of zo. Ja, en toen hadden we dat dus ook in. Ja. Ik weet nog zo goed die foto, dat we echt heel serieus keken en we zaten naast haar of zo. Maar dat was niet met papillotten, dat was met van die clipjes. Toen leken we echt heel erg op Annie. Maar wat ik nog wel weet, is dat we toen volgens mij een live verbinding met Zep Live gingen doen. En toen hadden we zo'n capuchon opgedaan, zo'n hele wollige. Met van die oortjes zo hier. Ja. Dus dan hadden we zo'n ding en toen hadden we hem helemaal zo aangetrokken, zo heel strak. En toen hadden we zo'n heel groot hoofd. Toen waren we echt van die ijsbeertjes en van die bruine beertjes. Ja. Ik had een zwarte capuchon. Ja, en ik heb witte. Oh, dat was echt zo leuk. Dat doet me echt weer helemaal terugdenken. Ja, mij ook. Maar ik ben nog steeds heel schattig hoor. Ja. Ik heb super veel zin in morgen. Ik ook, hoe het eruit gaat zien. Ik ben super benieuwd. Tot morgen! Nou, kijk. We zijn net wakker. En we gaan zo meteen even feunen. En dan
gaan we ze uithalen en het resultaat bekijken. Nou, we hebben onze outfit al aangetrokken, maar die gaan we jullie nog niet laten zien. Nee. En we gaan nu de tissue papillotten gaan we uithalen. Nou, wat je dus dan moet doen, je moet het elastiekje er rustig vanaf halen. Oh, je ziet onze outfit toch al een beetje. Oh, maar nog niet helemaal. En dan moet je rustig, dan maak je hem open en dan moet je hem rustig afrollen. Oeh, het ziet er al mooi uit. Oh, bij jou ziet het er ook echt heel mooi uit. Spannend! Zijn jullie ook zo benieuwd naar het eindresultaat? Ik denk dat ik die laatste paarden voor erin laat zitten. Toch? Tada! Ja. Nee. De dikste pluk. Sorry. Ah, dat doet pijn! Sorry, die mooie was even pijn. Oh, die deed pijn! Be careful. Sorry. Ben je bijna klaar? Ja! It's done! Woo! Oh, ja! Onze outfit. Oh. 3, 2, 1. Naar voren. Oh. En dan schudden we het uit zo. Oh, door de scheidingen die we allemaal hebben gemaakt. En nu. Bababam. Wacht even. We gaan ze nog splitsen. En nu denk je, hè? Splitsen? Hoe moet dat dan? Dat gaan we je nu even demonstreren. Wat je doet, je pakt dus een pluk. En die deel je door tweeën. En die hou je dan en misschien wel nog een keer door tweeën. Nee, dit is wel goed, denk ik. Gewoon zo. Kijk, dan heb je nog kleinere krullen en dan wordt het dus voller van. Wauw, ze zijn echt heel goed gelukt, vind ik, hoor. Ik ook. Ik vind het echt super mooi en heel klassiek en heel kersterig. Ja, ik ook. Ik voel me echt een kerstengel. Nee, maar ik ben echt heel blij mee met het eindresultaat. Ik ook. En als je nou denkt, ik wil gewoon nog meer krullen, dan moet je even wat meer tijd nemen. En dan moet je gewoon nog meer van die dingen inzetten en kleinere plukjes nemen. Dat het echt van die hele... veel krulletjes zijn, dat je ze echt, als je ze splitst, echt een hele grote bos hebt. Maar wij vonden het met kerst het leuker om het dan mooi zo te doen. Ja. Je kan het ook vastzetten. Je kan het bijvoorbeeld zo in een hoge staart doen. Ja, je kan het nog zo naar achter doen. Dat is ook heel leuk. Dat kunnen wij zo ook nog wel even laten zien, denk ik. Hoe dat staat. Goed. Zullen we dat even doen? Ja. Maar vind je deze video nou leuk? Doe dan alvast een duimpje omhoog. En dan gaan we nu verder. Nou ja, je kan het dus zo doen. Dus gewoon los. Of in de staart. Ook superleuk. Je kan het ook met zo'n klemmetje vastzetten. Dus? En dan wat hoger. Zal ik dat even doen? Oké. Okay. Ja. Zo. Geef maar. En dan moet je hem vastpakken. Met je haar ermee. Zo. En dan ziet het er zo uit. Als dus je dat denkt, is... ik wil het niet zo ver naar voren, maar... ik vind het los het leukst, dus dat ga ik lekker doen. Zo, huppatee. Maar dan weet je dus wat je ook kan doen. Oh ja, je kan het ook nog als je lekker bunny... bunny? ik bedoel een messy bun, als je dat wil doen. Dus een hele rommelige knot. Dan is het ook heel goed als je van tevoren krullen in. Dan is hij ook heel groot. En dan moet je hem dus niet te strak doen. Maar gewoon heel even los. Staart, eventjes met een paar speldjes. En door die krullen is het dan automatisch al wat meer rommelig. Ja. Dus dat kan je ook heel goed doen. Ik hoop dat jullie het resultaat ook mooi vonden. Ik in ieder geval wel. Dus als je het leuk vindt, doe even een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk op ons YouTube kanaal als je dit soort dingen en nog allemaal andere dingen niet wil missen. We hebben ook ons make-up gedaan. Voor de kerst natuurlijk. En als je wil weten hoe we dat hebben gedaan, binnenkort gaan we daar nog een video van maken. Als je dat ook wil, doe dan ook even een duimpje omhoog. Dan weten we dus of we daar goed aan doen. Of ja, en laat het natuurlijk even weten in de reacties. En dan zien we jullie weer in de volgende video. Doei!